Strandlab Almere is een buitenlaboratorium voor cultuur met het Almeerder Strand als werkterrein. En het is ook zo dat we het Almeerder Strand laden met cultuur en creativiteit. En daarbij ook het verhaal vertellen van het nieuwe land en de nieuwe polder. Dit programma is zo belangrijk voor Almere en Flevoland omdat het bijdraagt aan de geschiedenis en de toekomst van Almere en Flevoland. Nou, dit project is echt anders omdat het aansluit bij wat er hier gebeurt, dus wat de geschiedenis, maar ook door aan het landschap. Zoals ik sta nu naast een project dat heet Tijdelijke Bouwwerken, strandwachters die vertellen de geschiedenis van het land. Waar echt het buitenlaboratorium voor cultuur voelbaar is. En waarbij er in dat duinenlandschap dus plek is voor cultuur, experiment, vernieuwing en talentontwikkeling. We willen ook juist de creatieve doelgroep, dus de kunstenaars, de onderzoekers en de makers die hier naartoe komen omdat het hier kan. Hier is de ruimte en de plek om het verhaal te vertellen en om je voorstelling te testen. Het moet echt een laboratorium worden waar mensen net even over de grens heen gaan. En tegelijkertijd moet het ook iets zijn wat in de buik van de Flevolanders of de Almeerders gaat zitten. Dat ze zeggen, dat is van mij, dat is van ons, daar ben ik trots op.